guys, het is vandaag maandag. We zijn vandaag zo vroeg gestart. We zijn vandaag om 7 uur naar ons nieuw huis gegaan, want daar werd onze badkamer geleverd. We hebben echt enorme tegels besteld en ze zijn in real life gewoon nog mooier dan ik had verwacht, gelukkig. Die waren dus gewoon letterlijk om 7 uur binnengekomen, dus moesten we daar zo zijn. Nou guys, onze badkamer is aangekomen. En toilet. Zo. Van een klein gedeelte van de badkamer. Maar ze zijn echt zo mega groot dat echt letterlijk iedereen ernaar komt kijken hier. En hier, ik weet niet of je kunt zien, hier zijn de marmeren tegels. Dit is voor de woonkamer. En toen kwam de aannemer gelijk. Hebben we alles binnengezet en alles even afgemeten in de badkamer. Toen zijn ze een beetje aan de slag gegaan. En toen zijn Esme en ik naar huis gegaan om even nog een dutch te doen. En ik ben gewoon letterlijk net wakker. Ik was om 4 uur wakker geworden. Toen heb ik hem even klaargemaakt. En nu ben ik onderweg naar Amsterdam. Want ik ga vandaag lekker eten met een meneer vandaag voor iftar. En Esme gaat het doen met zijn vrienden voor zijn verjaardag. Dus daar heb ik ook wel zin in. Ik heb zelf ook nog een pakketje mee met lekkere taart, zoetigheid, zonnepitten, sushi, er zit voor alles in. En het weer is opeens omgeslagen, het was net zonnig en kijk dit nu. Ik was zogenaamd helemaal aan het bedenken welke zonnebril ik op moest doen. Deze, die nieuwe van de Zara. Of deze van Ray-Ban, maar ik heb hem niet eens meer nodig, het is gewoon echt helemaal grijs. Ik denk dat ik even lekker ga bellen. Ik heb echt zoveel energie, ondanks dat ik aan het vasten ben. Guys, ik ben met de M&M, dat is lang geleden alweer. Wij gaan eventjes baklava halen, want mevrouw heeft er zin in. En we gaan Cola Zero halen voor mij. En voor de rest even alles eigenlijk, hè? Ja, ik heb al gekookt. Ja, ze heeft sarma gemaakt. Sarma. Oh my god. En bulbureeën. Dat is die ene lumpia met kaas erin, hè? Ja, met lumpia verder. Ja. Maar doe je dan kaas erin met peterselie, dat rol je op. Maak je een soort van bloemetje van, of een roosters. Ja. En doe je in de oven, dat zit daar. Dat klinkt echt lekker gewoon. Dat is ook echt makkelijk om te maken. Ja, en ik vind lumpia smaak ook echt leuk eigenlijk. Ja. Eigenlijk moeten we een keer samen doen. Ja, we moeten echt doen. Altijd als ik Emily zie, zeg ik altijd, we moeten samen komen, maar we doen het nooit. Als we elkaar zien, zitten we gewoon op de bank gewoon alleen maar te vreten. Happy birthday! Wij gaan dus feestartikelen halen en dan gaan we een foto maken voor Nessie met hoedjes op en zo. Want hij is vandaag jarig officieel. Ja. 28. Dit gebeurt dus als je je verveelt voor etenstijd. Dan ga je dus weer dingen doen. Als je gewoon tijd trekt. Wij zijn nu een programma aan het kijken. Hoe heet deze ook weer? Sorry, M. Hoe heet deze? Lang leven de liefde. Lang leven de liefde kijken we nu. Om even tijd te voldoen tot we gaan eten. Dat is wel grappig. Dus wij zijn na het eten gaan wandelen, een soort van. En nu zitten we bij het water. Heel gezellig. Kijk een keer. Heel gezellig. Ja, ik heb het ijskoud. Maar deze hier heeft het super warm. Gewoon summer night. Dan kun je jas aan. Ja. Nou, we gaan hier even zitten en dan zoek je hier straks, denk ik. En dan gaan we daarna een baklava eten na het wandelen. Emily gaat dus een dansje voeren van TikTok. En ik moet het met haar samen gaan doen straks. Kijk een keer. Oh yes. Oh yes! Oh, ik hou echt van jou, je bent zo grappig! Hey! 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 Ik sta voor Paul, ik moet iets weer doen van M&M. Je pakt zo'n sprietje. Ja. En dan zo. Kijk zo ertussen. Wacht. Ik pak dit. Ja. Heb je hem al aan? Ja, hij is aan. Je pakt dit. Ja. En dan doe je zo. Wacht, zo? Ja, zo. Wat is dit nou? Wacht even. Kijk. Je moet wel naar mijn hand kijken of ik het goed doe. Zo. Zo. Wacht, mijn is stuk. Ik heb hem volgens mij. Ja. En dan moet je erin blazen.
Maar is die nog goed? Is die goed? Even kijken. Wat doe jij? Oh my god. Dan kijk zo. Ja, je moet het even mij voordoen. Oké, wacht. Oei. Dit valt niet. Oh, het is al... Wacht, hij gaat normaal gesproken echt lang, maar er is geen goeie. Deed je dit vroeger nooit? Nee, ik ga het ook niet. Dit is ook niet goed. Nou, dit is wel, wacht, ik ga even een goeie pakken. Hij moet strak zijn, maar je moet zeg maar, er moet zo'n rondje zijn tussen. Bij jou kan het niet. Je hebt platte vingers. Platte vingers? Kijk, schat. Is hard, hè? Eerlijk. Kijk. Maar dat deden ze vroeger eens, hè? Kindjes voordat ze fluit hadden. Oké, nu zo. Heb ik nou een rondje? Wacht. Je moet niet heel... Wacht. Doe eens even los, ja. Ja, en dan die andere. En dan moet toch maar zo'n rondje zijn. Maar dat kan dat niet. Jouw is gewoon recht. Jouw gaat zo. Ja, ja. Als het zo gaat, dan kan je dat doen. Ik heb doen. Die knokkels niet. Jouw gaat gewoon recht. Oh, jammer jongens. Ik wou het jullie zo graag laten zien. Ja. Guys, van dansen gaan we nu over naar zingen. Kom, naast de keer. Wacht, een liedje voor Nissim. We gaan een liedje opnemen voor Nissim's verjaardag. Ja.